Om de kruisingsouders te stimuleren om te bloeien, pesten we ze een beetje. Dieven eruit en wat blad uit de midden om ze op te kunnen binden. Eerder had ik ze al teruggezet op ongeveer 4 stengels. Dan de grond om de moederknollen wegspoelen. Dit en knolvorming gekomen. Sommigen zijn al begonnen met knol zetten. Die haal ik er dan bij weg. We hebben van de NAC een protocol gekregen over wat we allemaal moeten doen om kweekjesmateriaal te mogen verzenden. Allemaal duidelijk op papier. Een van die onderzoeken is op Potato Spindle Cuber Viruit. PSTVD. Van iedere plant die we als kruising zouden willen gebruiken, moeten we een blaadje plukken voor onderzoek. En daarbij natuurlijk de kosten voor het onderzoek. Nu hebben ze bij de NAC Tuinbouw een onderzoek gedaan naar de verspreiding van PSTVD via het zaad. Om het maar in mijn woorden te zeggen, dat ik hier geen teurs die uit mijn eigen kweekprogramma komen moet onderzoeken, is volkomen zinloos. Dan nog de laatste plantjes zetten op het land. Maar eerst koffie. Gelukkig is het 's middags warmer. Hier plant ik materiaal met mogelijke cisnaaltjesresistentie en materiaal met het doel zeer donkergele vleeskleur. Plant ze diep om windschade te voorkomen. Het is ondertussen droog en heb hier de avond vooraf water gegeven. Juni en nog geen aardappel boven. Bedankt voor het kijken.